Wij 6 en 7-jarigen, wij konden heel goed lezen. Waar het verboden was voor Joden, om maar iets te noemen uit die tijd. En alle moffen waren rot, dat wist natuurlijk iedereen. Behalve wie zijn vader fout was, en die waren later mooi de lul. Soms trekt in eindeloze rij aan mijn herinnering voorbij. Troepen zingende barbaren, und wir fahren, die nog niet vernietigd waren tot een brei. Wij 6 en 7-jarigen, wij speelden wat we hoorden op de piano met 2 vingers, om maar iets te noemen uit die tijd. Het luchtalarm was moeilijk, maar de bommenwerpers niet. Die alsmaar luider brommend naderden, met mooie zware dreunen aan het eind. Soms trekt in eindeloze rij aan mijn herinnering voorbij. Statig vliegende konvooien naar het oosten dreigend mooi en klaar om alles plat te gooien van dichtbij. Wij 6 en 7-jarigen, wij kenden geen verlangen naar tijden die we toch niet kenden, om maar iets te noemen uit die tijd. Wij dachten dat het allemaal gewoon was en zo hoorde, zoals de 6 en 7-jarigen van nu dat ook waarschijnlijk doen. Soms trekt in eindeloze rij aan mijn herinnering voorbij. Mensen die nu niet meer leven, al ontgaat me wel eens even. Wie er achter zijn gebleven, zij of wij.